Zo, de video loopt. Ik zet hem aan, hier bij deze knop. Klik. Ik heb er een pan op staan. En eerst ga ik kiezen bij de keuzeknop. Wat wil ik doen? Het linkerlampje gaat branden. Dat betekent dat ik 1200 watt nu heb opstaan. Dat kunnen we doen, maar we kunnen ook zeggen. Ik wil daar 2 minuten van 1200 watt bij hebben. Dan gaat hij nu 2 minuten lopen op 1200 watt. Oké, daar kunnen we op wachten. Ik ga hem even uitzetten en ik ga een ander programma doen. Zet ik hem weer aan. En dan ga ik niet de wattage doen. En ook niet wattage met tijd. Maar puur op temperatuur. En dan zie je dat hij nu op 240 graden staat. Die kan ik omhoog doen. Ja, blijkbaar niet. Of omlaag. Ja, laag gaan wel omhoog. Dit is blijkbaar zijn max. Ja, meer kan dit niet. 240 is het maximum. En daarvan kan ik ook zeggen, als ik daar toch de tijd bij wil instellen. Hier, dan zie je dat dat lampje bij gaat knipperen. En dan kan ik zeggen, doe maar 2 minuten. In dit geval op 240 graden. En je ziet dat hij nu begint te borrelen. Zie je, hij gaat nu 2 minuten lopen op 240 graden. Als je er een pan afhaalt en je hebt hem ingesteld en hij loopt nog. Dan zie je, hop, gaat hij uit en dan krijg je een error. Dit is een errorcode, error 0. Dat betekent dat hij gewoon, ja, dan weet hij niet meer wat hij moet. Zet ik de pan er weer op. Dan gaat hij weer verder met zijn 2 minuten op 240 graden waar we hem net op hadden ingesteld. Zie je, hij staat nog steeds op de temperatuur 240 graden. En hij laat zien dat hij 2 minuten bezig is. Ik zet hem weer uit. Dat is tevens de paniekknop. Als je het helemaal niet meer weet, gewoon de uitknop indrukken en dan ben je klaar. We werken ze altijd van rechts naar links. Eerst zet je hem aan, dan zet je wat je hebben wil en hoe lang je dat wil. En dan zeg je hoe hoog je dat wil. En dan kan je hier nog voor de wattage kiezen voor het minimum wattage en het maximum wattage. Veel succes!